En nu de Suikers in gevecht voor de vierde en derde plaats. Lukt Nooyen als hekkensluiter. Wordt een finale, dames en heren. Met z'n vijven naar de Burgerkunde. Frans van Monde, Adolf Heinz, Wim van Erk. Nu de Suikers, Paul Kuppen. En dan Lukt Nooyen als hekkensluiter. Ja, de Frans van Monde aan de leiding. We hebben niet op de wereld van de leiding. Van 65 de Luc Nooyen. Suikers, Wim van Erk met problemen. Ja, een technisch mankement of een technisch euvel slaat toe. Pechduiveltje slaat toe met Wim van Erk. En Hugo Suikers. En dan verder kijken in het gezelschap Luc Nooyen als hekkensluiter. De man in vorm is Frans van Monde, dames en heren, op de grote prijs van België voor het Europees Rallycross kampioen. Frans van Monde, 1. En Suikers nadert op Adolf Heinz, onze Duitse concurrent in het gezelschap. Een aanval van Ludo Suikers op Adolf Heinz. En Adolf Heinz. Op de vierde plaats. Ludo Suikers met problemen. Paul Kuppen op de derde plaats, dames en heren. Luc Nooyen doet ook een aanval op Ludo Suikers. Maar Frans van Monde blijft met een zeer mooie voorsprong. Luc Nooyen, ook over Ludo Suikers. Wat een finale, dames en heren, hier op het Rijksdag. En dat met het wagen de Audi Quattro met nummer 1 ophangen als achtvoudige Belgische kampioen Rallycross. Zal hij opnieuw weg zijn naar een negende titel of wachten? We kijken het wiel van achter bij Ludo Suikers, dames en heren. Het wiel van Ludo Suikers achter, volledig achter de rondje. Dat is de oorzaak dat Ludo de strijd moet staken. Aanleiding Frans van Monde. Tweede plaats nog altijd voor Adolf Heinz. Derde plaats Paul Kuppen. Vierde plaats Luc Nooyen. Grote prijs van België, Europees kampioenschap. Een strijd tussen Luc en derde en vierde plaats. We zitten in de laatste ronde. Frans van Monte aan de leiding en dan Adolf Heinz. Met de Porsche. Adolf Heinz, een van de snelste Duitse piloten momenteel op de Rallycross continent. Is een heel snelle jongen. Dat mag gezegd worden. En we kijken. Dames en heren, mag ik u dankzeggen voor uw bezoek hier aan het Rallycross-circuit in Maasmechelen. Wij danken de baanposten. Wij danken...